staat er twee platen. Drie plekken watervast. En bij de bovenkant hebben we een sniepunt. Hij is opklapbaar. Voor de uien hebben we twee balken gemaakt waardoor hij glijdt, zodat hij vast zit. Een kettingje zodat hij niet uit elkaar valt. Zo. En ja, voor jou is het ook gewoon geschilderd. Nou, wat ik geleerd heb is wat ze op een agrarisch bedrijf doen. Dat is zeg maar meer dan alleen koeien houden op de boerderij. En ook wel een klein beetje hoe ze het timmeren en zagen. En wat was er nou niet leuk aan deze start, hè? Het fietsen. Ja. I shot my dog for a nickel on the dime. I packed my horse with a pair of jeans. A couple of things on the fat machine. I said goodbye to the bitch. We hadden natuurlijk te maken met hele enthousiaste leerlingen. En het resultaat is prachtig geworden. En het leuke is dat deze kunstkoeien ingezet kunnen worden tijdens een excursie op een educatieboerderij. Zodat scholieren van het basisonderwijs kunnen ervaren hoe het is een koe te melken. Wij zitten in de startfase van het certificeringstraject om een officiële educatieboerderij te worden. En wij misten nog een kunstkoe. En dit leek een zinvolle opdracht. Wat maakt hem een goede begeleider? Ah, hij heeft er heel veel verstand overal van. En dat was ook grappig en aardig gewoon. Dus we moeten maar even gaan spreken met meneer Pater. Ja, wel. Ik denk dat het een hele goede school is ook, met goede opleiding. Jongens tonen echt initiatief, dus ze zijn echt goed bij betrokken geweest. Ze hebben haast alles zelf gedaan, ik heb er alleen maar technisch begeleid. En ik moet zeggen, de inzet was enorm. Wij spreken, ze werken tot 5 uur, maar ze bleven rustig tot 6 uur werken. Ja, fantastisch groep, ik kan niks anders zeggen.